Goedemorgen, want dat is het namelijk. Maandag de 25e, 2015. Lydia is bij dokter van Kralingen geweest. Dat is een longarts van het Wil Bethesda ziekenhuis. Onderzoekjes gedaan. Supergoed. Ja, hè? Supergoed. Prednison mag weer lagen van 5 naar 2,5. Van 5 naar 2,5. Dat wordt spannend. Ja, dat wordt zeker spannend. Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat komen. Daar gaan we voor. Zo is dat. Later! Woehoe! Oh ja, neem me niet kwalijk. Ik zei natuurlijk de 25e, dat is helemaal niet goed. Dat was zondag. Het was vandaag, maandag, 26/9/2016, ben ik met mijn Lydiaatje voor controle bij de longarts geweest. Zo, dit even ter correctie. Later. Ik sta hier op de Melkweg. Daar is een medische urgentie. De hoogwerker is ingezet om de patiënt rechtstandig naar beneden te halen. Later. Twee meldingen tegelijk. Op de Melkweg en op de Torenhoeve. Dat was een automatische brandmelding. Maar de brandweer Oude Hoorn is inmiddels ook te plaatsen. En dat op de Torenhoeve, dat viel gelukkig mee. Sta ik even in de Houthoeve op mijn kleinzoon te wachten, Kian. Die komt zo uit school. Op de Wetering is een automatische brandmelding. De SIF is ter plaatse, doet een onderzoek. En hopelijk is het helemaal niks. Later. Ambulance op de Weteringen ook ter plaatse. En die gaan mevrouw onderzoeken. Of het nodig is dat ze nog mee naar het ziekenhuis gaat. Hopelijk van niet. Later. De brandweer die gaat weer weg. En alles is weer onder controle. En op naar de volgende klus. Uit de dag met Wil. Zo, dat was weer een incidentje op de Wetering. En nu dan onderweg om even lekker te eten naar de MCD. Mijn dochter is nog wat vergeten. Wil haalt het wel. Later. Hey Kian, Emma die was de fietssleutels kwijt. Maar gelukkig hebben mevrouw ze gevonden. En nou kunnen ze toch... Kijk eens naar dat brood, hè. Je zal het toch... Oh! Nou, doei Emma! Hoi. Dat was hem eigenlijk weer voor vandaag. Ik ga de boel hier afsluiten. Best wel variabel geweest vandaag. Vond ik persoonlijk. Twee kleine incidentjes die gelukkig goed zijn afgelopen. Althans van de Melkweg weet ik natuurlijk niet. Dat hoop ik wel voor die meneer of die mevrouw. En op de Wetering is het eigenlijk ook goed afgelopen. Nou, zo, die is eruit. Ik had een stukje tussen mijn kiezen en mijn tand. En wat wou ik ook weer zeggen? Oh ja, voor de rest is het eigenlijk ja, positieve dag geweest. Bij de longarts geweest met mijn Lydia. Gelukkig alles ook oké. Medicijntje, met name de prednison. Klerenzooi, maar
ja, het werkt wel soms heel goed. Is weer verlaagd. En nou, we hopen dat dat nog heel lang zijn werk mag blijven doen. Een onderhoudspretisonnetje. Ja, van 5 naar 2,5. Nou, en ze zat op 7, toch? Mooi. Hé jongens, meisjes, dames, heren. Ik zou zeggen, voor straks. Welterusten. Nog een hele prettige avond. En God loves you all. Hoi, later.